Hallo, in deze presentatie zullen wij, Ruben en Jasmin, jullie introduceren tot de opleiding Master of Science in de Bio-Ingenieurswetenschappen Landbouwkunde. Misschien eerst iets kort over onszelf. We zijn beiden vrij recent afgestudeerd in deze opleiding en werken momenteel ook allebei als academisch assistent. Ikzelf ben assistent in de vakgroep Landbouw-Economie, waar ik onderwijsactiviteiten omtrent economie en het beheer van natuurlijke hulpbronnen ondersteun. En daarnaast doe ik op doctoraatsonderzoek naar de operationalisering en institutionalisering van agro-ecologie in Vlaanderen. Ik ben Jasmin, ik ben een academisch assistent aan de vakgroep Plant en Gewas, waarbij ik onderwijsactiviteiten omtrent fytofarmacie voornamelijk, gewasbescherming, beheer van pesticiden ondersteun. En daarnaast doe ik ook een doctoraatsonderzoek naar het gebruik van microbiële lipopeptiden als biopesticiden. Maar genoeg over ons, laat ons een duik nemen in wat de opleiding landbouwkunde betekent. Wie is er beter om de opleiding landbouwkunde te introduceren dan enkele studenten? Dus bovenaan zien jullie een woordenwolk die weergeeft welke woorden dat er opkomen bij de studenten wanneer dat ze spontaan denken aan de opleiding landbouwkunde. Zonder deze natuurlijk zelf te volgen. Bijvoorbeeld, ik lees planten, veeteelt, productieoptimalisatie, bedrijfseconomie. En onderaan staat dan weer een woordenwolk die weergeeft wat de laatste jaar studenten landbouwkunde de grootste of de belangrijkste uitdagingen binnen de Vlaamse landbouw vinden. Bijvoorbeeld, ik lees hier dierenwelzijn, stikstof, klimaatsverandering. Wat de opleiding echt inhoudt, komen jullie straks te weten, maar het is zeker al interessant om eens te kijken welke thema's en uitdagingen met de opleiding worden geassocieerd. De landbouw zit als sector vaak een klein beetje in het verdomhoekje, mede doordat men steeds minder vertrouwd is met deze toch wel primaire sector, waardoor kiezen voor deze opleiding landbouwkunde misschien niet zo vanzelfsprekend is. Maar echter, de lokale en mondiale uitdagingen in de landbouw om te verduurzamen zijn groot. Landbouw, tuinbouw en veehouderij liggen aan de basis van voedselproductie en van de teelt van planten en gewassen voor niet-voedingstoepassingen. En de landbouw van de toekomst zal in zijn diversiteit van systemen evenwel duurzamer moeten worden om tegelijkertijd de groeiende wereldbevolking van kwalitatief voedsel te voorzien en te voldoen aan socio-economische en ecologische doelstellingen. Jullie kennen ondertussen de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties waarschijnlijk al. En ik nodig jullie uit om even zelf na te denken over hoe de landbouw en de opleiding landbouwkunde dus zich verhoudt tot deze verschillende doelen. En na het doorlopen van de presentatie hoop ik dat jullie wellicht nieuwe ideeën en inzichten hebben over hoe deze opleiding en de landbouw in zijn algemeen kan bijdragen aan de Sustainable Development Goals. In de opleiding landbouwkunde wordt een sterke nadruk gelegd op het krijgen van inzicht in de samenhang tussen bodem, plant en gewas, dier, mens en omgeving. En in de opleiding word je interdisciplinair gevormd om wetenschappelijke en technologische evoluties in de landbouw te kaderen en te koppelen aan socio-economische en ecologische uitdagingen en doelstellingen. De verwevenheid van de landbouw als sector met de omliggende milieu, sociale en economische dimensie komt sterk naar voren wanneer we de lens opzetten van een voedselsysteem, die in deze figuur hier heel goed wordt geïllustreerd. Gezien dat de opleiding doorgaat aan een Vlaamse universiteit, heerst er een relatief grote focus op de Vlaamse landbouw, natuurlijk, die over het algemeen vrij sterk gespecialiseerd en geïndustrialiseerd is, maar waarmee dat de gemiddelde student wel vertrouwd is. Maar er is natuurlijk zoveel meer te zien dan Vlaanderen, waardoor dat de blik ook geregeld op verschillende globale contexten wordt gelegd. We komen dagelijks wel in aanraking met globaal geproduceerde landbouwproducten, denk maar aan cacao, koffie, thee en globale voedingsketens, waardoor dat inzicht vanuit een globaal perspectief juist het mogelijk maakt om in aanraking te komen met andere uitdagingen, met andere randvoorwaarden, waarvoor bijvoorbeeld oplossingen die bij ons snel zouden werken, dat daar misschien niet doen op een andere locatie. Uitgerekend de landbouw is natuurlijk als sector zeer erg verweven met de lokale omgeving en met de verschillende culturen en tradities, waardoor dat kennismaking met de landbouwaspecten van een land ook meteen een beetje een les geschiedenis en antropologie is.
Nu, zoals de meeste masteropleidingen bio-ingenieurswetenschappen, bestaat ook de opleiding landbouwkunde uit een gemeenschappelijk deel aan stamvakken die verdiepende en toegepaste kennis aanbrengen over de duurzame productie van voedsel en van teeltegoed niet-voedingstoepassingen. De kennis en vaardigheden hiervan worden aangeboden in een kader dat de verschillende vakgebieden overstijgt om als bio-ingenieur dus probleemoplossend en projectmatig te kunnen functioneren. Rekening houdend met de maatschappelijke, economische en ethische aspecten. En de integratie van de kennis uit deze verschillende vakgebieden en het projectmatig werken in groep wordt specifiek beoogd in een recent opgesteld integratievak, waarbij een werkstuk wordt gemaakt rond een innovatief en duurzaam landbouwsysteem. In de opleiding kan je verder verbreden of verdiepen door middel van een ruim pakket aan keuzevakken. Deze vakken kunnen ruwweg worden opgedeeld in 4 vakgebieden: plantaardige productie, gewasbescherming, dierlijke productie en landbouweconomie. Zo kun je er ofwel voor kiezen om je enerzijds te specialiseren binnen één of enkele nabijgelegen vakgebieden, of om te verbreden door van elk vakgebied één of enkele vakken op te nemen, of ergens daartussen natuurlijk. Deze keuzevrijheid resulteert in bio-ingenieurs met een sterke en brede basis in de landbouwkunde, maar met een uniek profiel door de uit eigen interesse gevolgde keuzevakken. En deze diversiteit zorgt voor meerdere perspectieven op de uitdagingen waar bio-ingenieurs mee in aanraking komen. En deze diversiteit resulteert vaak in grondigere en dus betere oplossingen. Meer informatie over de structuur van de opleiding kunnen jullie vinden op de studiekiezer, die jullie via de QR-code kunnen raadplegen. Waarbij jullie ook alle stam- en keuzevakken en hun studiefiches kunnen raadplegen. Dus de algemene of stamvakken nemen het grootste deel van de opleiding in beslag, met 62 studiepunten van de totaal 120 studiepunten. Daarnaast blijven er nog 28 studiepunten over die besteed kunnen worden aan keuzevakken. En natuurlijk is een groot deel van alle bio-ingenieursopleidingen voorbehouden voor de masterproef, 30 studiepunten. De algemene of stamvakken kunnen worden opgedeeld in 3 leerlijnen. De eerste daarvan is productie van de levende materie, waarbij jullie onder andere in aanraking komen met onderwerpen zoals gemengde agro-ecosystemen, bodemvruchtbaarheid en gezondheid, diervoeding en veehouderij en de geïntegreerde en biologische gewasbescherming aan de hand van de vakken in de tabel links. De tweede leerlijn is agrotechniek en technologie, waarbij aspecten zoals hoogtechnologische en verticale landbouw, precisielandbouw en verschillende moleculaire technieken bij planten aan bod komen. De derde is voedselketen en maatschappij, waarbij jullie onder andere in aanraking komen met het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid en aspecten omtrent voedingsleer en voedselkwaliteit. En sinds enkele jaren wordt ook een integratiepak georganiseerd waarbij studenten in groepjes al hun opgedane kennis kunnen toepassen op een case study rond duurzame landbouw. Zo onderzochten de studenten de afgelopen jaren case studies over bijvoorbeeld agroforestry, insectenkweek, voedselbossen en stadsboerderijen, maar ook de wijnbouw, de mogelijkheden voor tropische en subtropische teelten en de zelfvoorzienendheid van voedsel in Vlaanderen. Dus, de master landbouwkunde heeft een uitgebreide lijst aan keuzevakken in verschillende domeinen, waar, zoals ik eerder heb gezegd, maar liefst 28 studiepunten aan kunnen worden besteed. Met zo'n ruime menukaart kun je dus zowel heel hard in de breedte gaan om van alle domeinen wel iets te weten, maar ook in de diepte gaan en tussen de echt een specialist worden in een bepaald domein. Uniek tussen de andere opleidingen bio-ingenieur is ook de aanwezigheid van een domein economie en maatschappij. Oké, de meeste vakken hebben, zoals jullie ondertussen wel gewoon zijn, een praktisch luik. Het is praktica. In de opleiding landbouwkunde varieert het van bedrijfbezoeken en observaties op het veld tot ook vrij intens labowerk met planten, insecten, bacteriën en schimmels. En daarnaast zijn er ook vele vakken, individuele of groepsopdrachten, waarbij jullie dus de theorie moeten toepassen aan de hand van bijvoorbeeld rekenoefeningen, essays en case studies.
Een sterke meerwaarde is ook wel de interactie met het werkveld. Hè. Enerzijds door de vele bedrijfsbezoeken, maar anderzijds ook door de gastsprekers die hun werk of een specifiek onderwerp komen toelichten vanuit de praktijk. Een masterproef is natuurlijk het sluitstuk van elke masteropleiding. Op deze en de volgende twee slides zien jullie een greep uit onderwerpen die afgelopen jaren werden gekozen of dit jaar bijvoorbeeld werden aangeboden en of uitgewerkt door de studenten. Zoals je ziet zijn de, zijn de onderwerpen enorm divers en vaak gekoppeld aan heel boeiende en praktisch veldwerk of labowerk. Zet de video gerust eventjes op pauze om dit allemaal te kunnen lezen en zoek zeker de titels een keer op die je in de online bibliotheek van de UGent kunt terugvinden. Hè. Indien dat je daar meer over wilt te weten komen, vaak zijn die vrij raadpleegbaar, dus kun je die online terugvinden. Wauw. Oké, wat de arbeidsmarkt betreft. Jullie zullen waarschijnlijk al hebben gehoord, bio-ingenieurs komen werkelijk op de meest uiteenlopende werkplekken terecht. En dat is voor bio-ingenieurs in de landbouwkunde niet anders. Door de toenemende internationale context en complexiteit van de land- en tuinbouw is er dus meer dan ooit behoefte aan bio-ingenieurs met een brede vorming en een gedegen technische kennis. Een bio-ingenieur in de landbouwkunde kan worden ingezet in verschillende sectoren die met de productie van de levende materie te maken hebben. Denk aan productie-ingenieur in onderzoek en ontwikkeling, in commerciële en managementfuncties, in adviserende en beleidsfuncties, in binnen- of buitenland en in de ontwikkelingssamenwerking. Door de opleiding verwerf je trouwens ook een fytolicentie, wat van belang is als je in een latere loopbaan te maken zou krijgen met gewasbeschermingsmiddelen. Sectoren waarin de ingenieurs terechtkomen zijn bijvoorbeeld de agrosector, de bio-industrieën, maar evengoed onderzoeksinstellingen en proeftuinen, nationale en internationale landbouworganisaties, overheidsinstellingen en dergelijke meer. Dus, wat doen bio-ingenieurs? Op de website Bio-ingenieur aan het werk kun je meerdere getuigenissen vinden van afgestudeerde bio-ingenieurs, waaronder natuurlijk ook enkele bio-ingenieurs die zijn afgestudeerd in de richting landbouwkunde. Ga dus gerust zelf een keer naar de site gaan kijken via de link of via de QR-code om deze getuigenissen te bekijken. Op de website kun je dus specifiek zoeken naar bio-ingenieurs die aan de Universiteit Gent hebben gestudeerd en kan ook gefilterd worden op de opleidingsfocus, dus landbouwkunde. En om af te sluiten, we hopen dat deze presentatie je interesse in de opleiding landbouwkunde heeft geprikkeld. En dat je nieuwe ideeën hebt over goede landbouw en dus ook een bio-ingenieur in de landbouwkunde kan bijdragen aan de verschillende SDGs. Met betrekking tot niet enkel honger, maar ook armoede, water, duurzame consumptie, klimaatactie en leven op het land en onder water. Indien jullie nog verder informatie wensen, kunnen jullie heel veel vinden op de website van de opleiding. Indien jullie specifieke vragen hebben, kunnen jullie altijd de leden van de opleidingscommissie contacteren. Hij bestaande uit de volgende professoren en hun mailadressen. Maar ook de academische assistenten, zoals mijzelf, en een aantal studenten. En wie weet, tot later op onze campus aan de coupure.